We zijn in 2010 zeg maar voorzichtig begonnen met plannen maken om in de verlichtingsindustrie, heel specifiek in de LED-industrie uiteraard, om stappen te gaan maken om een nieuw bedrijf te starten. Onze invalshoek was op dat moment dat er door de verschuiving naar LED-technologie veel behoefte was aan elektronica en dat lag in ons comfortgebied. Wij konden heel goed elektronica ontwikkelen. Wat wij maken, dat is de elektronica die in de lamp zit. Dat wordt een driver genoemd, de aansturing van de LED'jes, die maken wij. Dat is dit, dat is een heel efficiënt ding geworden en ook heel compact. Wij zijn geen merk, onze lampen zijn allemaal merkloos en het merk wat erop komt, dat is altijd het merk van onze partner. Onze drivers zijn inmiddels al voorbereid om nog veel meer te kunnen dan alleen maar licht geven. Denk maar eens aan het feit dat verlichting, zowel binnen als buiten, eigenlijk altijd om je heen zit. Op alle plekken. Heel goed verdeeld over gebouwen, maar ook heel goed verdeeld over de publieke ruimte. En er is stroom. En dat wil dus zeggen dat je eigenlijk altijd op die manier een verbinding kunt maken met de mensen die daar zeg maar in die ruimte zijn. En dat kan eenvoudig zijn. Dat kan via gewoon het bieden van een internetverbinding zijn. Maar het kan ook zijn door het sturen van een noodsignaal of andere relevante informatie. Laten we zeggen, het gebouw staat in de brand. Dat kan allemaal via die verlichting lopen. Je kunt dus zeg maar de lamp gebruiken als een medium om te gaan communiceren. Dat is eigenlijk wat we doen. Als ik ga denken aan het buiten, aan straatverlichting, dan kan ik inderdaad meer denken richting zorgen dat ik een wifi-netwerk publiek uitrol. Met genoeg bandbreedte en lage kosten, waardoor ik zeg maar een stad als Breda gewoon voorzien kan van wifi. We hebben een klein team. Een team zoals we hebben, dat bouw je niet van de ene dag op de andere. Het is ook niet makkelijk om zomaar een paar mensen uit te breiden, want de eisen zijn best hoog. Dus we kiezen onze gevechten. We kiezen de projecten waar wij het gevoel hebben van ja, dit is er één, dit gaat zo'n succes worden. Daar stappen we in.